gaan het dit keer hebben over de basics van de visco-koppeling. En dat is een stukje aandrijftechniek. Het is een koppeling waarmee je twee bewegende delen min of meer aan elkaar kunt verbinden. Niet vast, maar daar kom ik zo op hoe dat zit. Het is voornamelijk een systeem om toerenverschillen op te vangen. Bijvoorbeeld tussen een vooras en een achteras. Of tussen een linkerwiel en een rechterwiel. Heel simpel gezegd is het gewoon een trommel. Met daarin een ingaande as. Dit is de ingaande as. Het kan ook de uitgaande as zijn. Maar goed, in ieder geval een as. En op die as daar zitten allemaal ronde schijven. Die teken ik nu hier in blauw. En dat zit dus in een trommel. En in die trommel, die heeft aan de binnenkant, ik teken hem even met een andere kleur voor het gemak, ook ronde schijven. En die zitten heel dicht tegen die schijven aan van die as. En ik zal daar wel even een dwarsdoorsnede maken om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet. Maar zo moet je het een beetje voorstellen. En er zit dus echt heel weinig ruimte tussen. Nou, die trommel die is afgedicht hier al. Er kan niks in of uit en dat is maar goed ook, want hij is gevuld met vloeistof. Doorgaans is dat een siliconen vloeistof. En, stel dat dit de blauwe kant de vooras is, bijvoorbeeld. Volkswagen gebruikte dat destijds heel vaak op de synchro-modellen om een 4x4 effect te krijgen. Maar niet alleen voor kleine auto's is het gebruikt, hoor. Lamborghini gebruikt het op de Gallardo. Dan natuurlijk net andersom, om een beetje naar de voorkant te sturen. Nou. Wat gebeurt er op het moment dat deze laten we zeggen, we gaan nog even uit van het Volkswagen idee. Dan is dit de voorkant en de voorwielen die draaien gewoon. En dit draait met de voorwielen mee. En zolang we rechtuit rijden of er is geen slip, of we gaan de bocht om, dat is een heel klein beetje toerenverschil. Dan draai je natuurlijk door de wielen aangedreven deze twee assen met hetzelfde toerental. Maar als we nu met de voorwielen wel slip hebben, omdat we het vermogen niet kwijt kunnen, of we gaan door een bocht waardoor een toerenverschil ontstaat, ja, dan gaat het natuurlijk niet meer lekker samen. Dan beginnen die platen langs elkaar heen te draaien en dan zit er een siliconenvloeistof in en die siliconenvloeistof die zorgt eigenlijk dat die aandrijvende plaat de platen van de trommel in dit geval meenemen. En om een idee te krijgen, dat ziet er dan aan de binnenkant zo uit, die platen op die as, die zitten met een binnenvertanding op die as gestoken. Dus dat kun je ongeveer zo voorstellen. Nou, ik teken hier natuurlijk maar een paar groefjes, maar dat zijn natuurlijk een heleboel. En aan de buitenkant zitten die rode platen. Die zitten natuurlijk in die trommel. Ook met een zekere vertanding zo. Omdat ze niet hun eigen rondje kunnen gaan draaien. En nou, het zijn geen grammofoonplaten, het zijn platen met profieltjes. En afhankelijk van je ideeën kun je daar als constructeur je eigen vormen aan geven. Je ziet het als een soort finnen zo. En er kunnen ook nog gaatjes in zitten. Ik ben heel veel creativiteit in kwijt als ontwerper. En hier heb je natuurlijk een rond gat, zeg maar, wat om die as moet zitten, want anders dan loopt daar de boel vast en dan zitten hier ook allemaal mooie gleufjes in. Er kunnen mooie rondjes in zitten. Om maar te zorgen dat die vloeistof die in die koppeling zit, de gelegenheid heeft om die platen mee te nemen. Nou, stijgt de temperatuur, en dat is natuurlijk al gauw het geval als er wrijving is. Die platen die wrijven namelijk door die vloeistof, dan wordt die vloeistof warmer. En dat is siliconenvloeistof. En ja, het woord viscositeit. Die vloeistof die krijgt een andere viscositeit. Die wordt wat stijver. En daardoor gaat hij nog beter die platen van de, in dit geval, achteras meenemen. Nou, ik zal eventjes in een klein grafiekje uittekenen hoe dat zit. Want er is natuurlijk altijd wel een beetje, tenminste als het toerenverschil is, er natuurlijk altijd wel wrijving. Dus je begint nooit met helemaal nul. Dit is, zeg maar, als je hier delta en het toerenverschil hebt. En je hebt hier het ingaande moment. Of het draaimoment en dit en dit. Ja, het uitgaande is M0. Is dat nog te zien zo? Dan krijg je dus zo'n grafiek. Overigens, 100% verbinding zal er nooit zijn. Dus in geval van verdeling van aandrijfkrachten zal het nooit 50-50 zijn. Je kunt het benaderen, maar
100% blokkering, dat is er niet. Zelfs niet als die bladen tegen elkaar aankomen. En dat kan nog wel het geval zijn, want ja, als je bijvoorbeeld de vorm van die platen dusdanig hebt dat het van bovenaf gezien zeg maar een soort vleugeltjes worden. Als die dan door de vloeistof gaan, dan kunnen ze opzij bewegen en dan kunnen ze tegen de bladen van de uitgaande as komen. En dan nog, dan schuurt dat en dan wrijft dat en dan is er geen 100% verbinding. Maar goed, dat is een keuze. Wil je wel een 100% verbinding, moet je een ander soort koppeling nemen als constructeur. Nou, je hoeft het natuurlijk niet alleen te gebruiken voor een verbinding tussen een voor- en een achteras, maar je kunt het ook gebruiken voor een limited slip differentieel. Dan kun je ook zeg maar, het linkerwiel en het rechterwiel aan elkaar koppelen via het differentieel. En dan ziet het er als volgt uit. Als dit nou van het linkerwiel afkomt, dan heb ik hier weer mijn platen. Oh, en deze gaat natuurlijk even door het differentieel nog wel in, want we moeten natuurlijk wat differentieelwerking houden. En dan krijgen we hier het tandwiel in het differentieel. En dan heb ik aan deze kant heb ik dan mijn differentieelhuis. En ik heb hier ook mijn tandwiel in mijn differentieel zitten zo. En ik heb hier ook mijn as naar het rechterwiel. Hatsakee. Nou, dan zit aan dat differentieel, zo, differentieelhuis, zo, je lager. Heb ik hier alweer mijn trommel eigenlijk? Met daaraan vast de lamellen. En op het moment dat er een toerenverschil ontstaat tussen het linkerwiel en het huis, en dat heb je natuurlijk als er ook een toerenverschil is met deze kant. Overigens hier natuurlijk wel even de boel nog netjes afdicht, anders dan lopen alle visco-vloeistof het differentieel in. Op het moment dat er een toerenverschil ontstaat, dan krijg je hier hetzelfde effect. Vloeistof gaat weer een beetje uitzetten en die lamellen die komen tegen elkaar aan. En daarmee gaat mijn ingaande as, of mijn linkeras in dit geval, wordt weliswaar met een bepaalde slip enigszins vastgezet aan het differentieel, waardoor er een lichte sperwerking ontstaat. Daar heb je helemaal geen elektronica bij nodig. Dat gaat helemaal vanzelf. Wat ik al zei, het is een systeem wat in aandrijflijnen niet zo heel vaak meer gebruikt wordt. Volkswagen was natuurlijk een grote gebruiker. Bij sommige sportauto's, de eerste Audi R8 had het ook als manier om de voorwielen aan te drijven. Lamborghini Gallardo, maar ook bijvoorbeeld de Porsche 911 Turbo van 20 jaar geleden gebruikte zo'n koppeling om de voorwielen bij te schakelen. Ja, er komt geen elektronica aan te pas, het is redelijk overzichtelijk. Je bepaalt als constructeur de dimensionering voornamelijk door hoe vol gooi ik met vloeistof, hoe groot maak ik de lamellen, de vorm van de lamellen. Ja, en dan heb je eigenlijk de basics van de visco-koppeling te pakken.